Yo guys, ik ben Niels. En ik ben Jeroen van Survival & Coaches. Yes, welkom bij seizoen 2 van Een Potje Klimmen Bij. Yes, namens de Survivor & Bond mogen we nieuwe filmpjes maken. En vandaag zijn we bij... Boerakker. Yes. Boerakker. Let's go. Ja, we zijn er gewoon. Ondanks dat jij mij een andere kant op wees dan de navigatie deed. Ik moet zeggen, ik was een klein beetje sceptisch. Maar ik geef toe, je wist de weg. We zijn dus in. Ik zeg de hele tijd verkeerd. Is het nou Boerakker of Bakkeveen? Dit is absoluut Boerakker. Dit is Boerakker. Ja. Ja, en we gaan een potje klimmen bij. Ja, volgens mij ga jij zo met de warming up meedoen. Ja, dat denk ik ook. Let's go. Jullie bepalen altijd het tempo van de warming up, mannen. Ja, meestal laten we de dames voorop lopen. Hoor. Man, ik ben al kapot voor ik begin. Ja. Jeroen. Ja. Ik ben er mee geweest met de warming up. Ja. Een rondje door het dorp, maar man. Het tempo ligt behoorlijk hoog. Zeg. Ja, guess what? Ik heb het gezien. En jij staat van boven, hè? Ik heb het van boven aanschouwd. Super vet. Nou, netjes. Ik ga snel weer achter de groep aan. Die zijn daarachter. Zo, leer nog eens wat, Jeroen. Hoe Niels? Hoe moet je trainen? Ja, normaal ook niet hoor. Stappen voor de film, hè? Wat zijn ze nu aan het doen, Pietje? Het begin van de training, het gevoel met de touwen krijgen. En zodat ze straks de armspieren goed warm hebben om het echte klimwerk te gaan doen. Uh-huh. Ja. Omdat we vanavond twee gasten hebben in ons midden, dacht ik van nou, ik moet maar een beetje creatief zijn. Dus ik heb een spel bedacht en dat heet Alles van de baan in Boerakker. Zodat onze gasten een beetje kennis kunnen maken met van alles. Je start in koppels, dus je moet even een trainingsmaatje uitzoeken die ongeveer gelijke sterkte heeft. Ja, we moeten gaan dobbelen. We moeten een dobbelspel gaan doen. En ik moet met de ontwerper van de baan mee. We zijn elkaar Maar jij mag dobbelen. Als we weer terug zijn, dan sturen we de volgende voor de pad. Ik verdien niet op, alleen recht op deze baan, want dat is met veel mensen gemaakt. Alleen ik ben wel degene die het heeft mogen uittekenen. De achterbaan is helemaal in vijfvoud uitgevoerd. Dus als je één keer per jaar de run hier hebt in Boerakker, dan kunnen we die in zich heel pakken als eindhindernis. Ik denk wel een behoorlijk pittige, we weten het nog niet, want er is nog geen run geweest. Voor de kinderen hebben we een lager stuk hier zo. Hè, dat het allemaal 2,5 meter boven de grond is. En we trainen vaak in groepen. Dus we hebben in het midden ook echt een centraal groeps... trainingsplekje gemaakt, zodat de trainer echt aanwijzingen vanuit het midden kan geven. Daarnaast hebben we het klimhuisje. Mensen die nog niet kunnen klimmen, die kunnen op de balk zitten en omhoog totdat ze in de nok van het huis komen. En dan pas kan je volgens ons klimmen. Dan hebben we daarachter een uitgebreid stuk voor de wat gevorderden, met een trommel rondom en allerlei dingen nog weer door de trommel heen, kabouter, lianen enzovoort. We hopen ook een beetje wat inspiratie voor Nederland te zijn met qua vormen. De locatie zelf is redelijk saai, maar we hebben geprobeerd om het wel een bijzonder plekje te maken door niet recht toe, recht aan, maar juist ook de bomen in het geheel te verwerken en allerlei vormen zeg maar eraan te gooien. En dat mag Nederland best kopiëren hoor. Juist. Ja, ik vind het absoluut niet saai deze baan en ik haal er super veel inspiratie uit. Ik denk dat Niels en ik een heleboel mee gaan nemen naar Zwolle om in onze eigen baan te verwerken. Heel vet. Lekker om bezig te zijn, Jeroen. Ik geef training hier met Gerrit Varwijk. We trainen om de week. De ene week heb ik training en de andere week hij. En dan kunnen we zelf om de week mee trainen. Ja. We kijken
kijken altijd van goh, wie heeft zich waarvoor opgegeven, welke runs zijn populair. En dan proberen we daar naartoe op te bouwen. Hoe rakken bij de thuiswedstrijd moet iedereen eigenlijk wel mee. Vind jij van de baan? Ja, een grote speeltuin. Is dit nou een beetje jullie krachthonk of niet? Ja. Vandaag wel. Vandaag wel. Dat iedereen gewoon lekker bezig is, dat geeft heel veel voldoening. En dat iedereen na afloop zegt van, goh, we hebben lekker getraind. En ja, het is ook leuk om de trainingen te bedenken, vind ik. Heel snel moeten mensen vooral niet vergeten. Vooral niet vergeten om de Survivor in Bond website te bekijken. Wat kun je daar vinden? Inschrijven, de runs, de wedstrijden, seizoen gaat weer beginnen. Als je nou een bijdrage wil leveren, wat kun je dan doen? Dan moet je je gewoon aanmelden voor een van de vele commissies waar onze sport zo mooi is als dat hij is. Mooi Niels, alles staat erop, super vette droombeelden. Nou ga ik zelf ook even een keer klimmen. Ik ben een beetje koud, dus ik ga voorzichtig aan beginnen. Echt waar. Heb je nog een beetje, Jeroen? Ik ben niet helemaal verleerd. Ik ben niet helemaal verleerd. Alright, Niels. We verliezen een klein beetje licht, dus we sluiten hem alvast af voor vanavond. Ja, ik wil één man bedanken. En Koste, dankjewel voor het ontwerp van deze gigantisch mooie baan. Jullie bedankt voor het komen. Ja, ja, is niet normaal. En de trainster, Pietje, super vet. Ja. Bedankt dat we mee mochten trainen. Niels heeft al het een en ander geklommen. En dan ga ik nog even aan de bak. Ja, vond je dit nou een vet video? Gooi even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En zoek ook de website van de Survivor in Bond Nederland eventjes op. Dan denk ik dat wij hem afsluiten. Zullen we nog even lekker gaan klimmen? We gaan even een potje klimmen. Let's go! Yo!